Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. In deze video gaan Larissa en ik een aantal mystery boxen ophalen door Utrecht. En die zijn al gevuld met eten die we hebben besteld via de app Too Good To Go. Misschien ken je dat wel. Ja, Too Good To Go is een app waarmee je voedselverspilling kan tegengaan. En bij deze app zijn dan verschillende bedrijven aangesloten. Denk aan een bakkerijtje, cafeetjes, allemaal verschillende plekken. En via deze app kan je dus mystery boxes kopen met voedsel dat anders misschien weggegooid zou worden. En dat koop je dan voor een heel klein prijsje. De inhoud die verschilt elke keer weer. En het is ook echt een verrassing, dus je weet nog niet wat je koopt. We hebben zelf de app al een paar keer gebruikt en dat vonden we heel erg leuk. Maar we willen het ook graag aan jullie laten zien. Dus we gaan in deze video gewoon een aantal boxen kopen en dan aan jullie laten zien wat erin zit. Maar onthoud wel dat hij dus altijd verschilt. Dit video-idee hebben we trouwens van Bonnie. Zij woont in Rotterdam, dus daar had zij haar boxes besteld. En wij vonden het super leuk om te zien. Dus heb je die van haar nog niet gezien en woon je in de buurt van Rotterdam, check dan zeker eventjes het linkje in de beschrijving naar haar video. Nou, de app kan je gratis downloaden op je telefoon. Je moet alleen even een creditcard connecten. Wil je boxen kunnen kopen dus. Of een PayPal-account. Oké, chill. En dan kan je er dus een beetje doorheen scrollen en kijken wat de opties zijn. Je hebt echt verschillende bedrijven die erbij aangesloten zitten. Als het bolletje groen is, dan zijn er een aantal boxen beschikbaar. Als die geel is, zijn er een paar. Het staat ook bij hoeveel er nog beschikbaar zijn. Dus soms kan het een beetje van spannend aanvoelen. Ja, want ik moet zeggen, het gaat best wel snel. Ik heb best wel vaak dat ik de app open, iets zie, heel verwacht en daarna zijn alle boxen weg. Dus in alle eerlijkheid, we hebben vanmorgen al snel wat boxen gekocht. Want vaak in de ochtend zie je de meeste boxen staan en soms in de avond verschijnen ze ook. Mm-hmm. Maar aangezien we er best wel veel voor in de video wilden laten zien en met zekerheid een aantal boxen wilden hebben, zijn we vanochtend al aan de slag gegaan. We hebben een aantal boxen gekocht die we gedurende de dag gaan ophalen. En dan gaan we meteen aan jullie laten zien wat er in die boxen zat. En waar we hebben besteld en wat erin zat, dat laten we straks zien. De eerste box is van het Star Lodge Hotel. Ik ben daar vanmorgen heel eventjes heen gereden en ik mocht zelf ontbijt meenemen in meegenomen bakjes. Dus ik heb zelf mijn eigen Tupperware bakjes meegenomen. En je mag in principe voor één persoon ophalen, maar omdat er zo ontzettend veel over was en er volgens mij ook de enige was die zo'n box ging ophalen vandaag, had ze volgens mij zoiets van, joh, neem het lekker mee. Dus dit is wat ik heb meegenomen. Echt superveel. Larissa en ik zijn altijd wel fan van hotel ontbijtjes. Dus dit is best wel chill en het is zeker waar voor je geld. Maar laten we het ook eventjes gaan proeven. Het ruikt echt super lekker. Ik denk dat het die yoghurt ruikt. Ja. Daar heb ik echt heel veel zin in. En een muffintje, hè. Die krijg je niet elke dag voor ontbijt. Ja, dit is wel echt gewoon een deluxe hotel ontbijt. Maar ja, ik zal even leven. Het leven is zo. Ik kan me eigenlijk ook allemaal niet schelen. Ik ga het verhaal klikken. Nee. Ja. Nee, maar echt. Ik ga geen eten verspillen. Het was echt mega veel. Mm-hmm. Dus je kan er echt gewoon eigenlijk mee ontbijten / lunchen voor twee personen wat ik heb meegenomen. Dat is meer ontbijt dan wat ik misschien in 3 dagen bij elkaar zou eten. Ja. ik ben nog nooit zo goed gevoed op deze ochtend. Wat we hebben meegenomen, het verschilt dus elke keer wel. Maar ons oordeel over wat we nu hier hebben is dat vruchtenyoghurt is sowieso lekker. Je muffins zijn sowieso heel erg chill. De croissant vond ik ook wel echt heel erg lekker nog steeds. Ja, eitjes ook nog goed. Vleeswaren en tomaat en komkommer ook nog. Ja, we vonden allebei het broodje misschien een beetje oud smaak. Maar dat komt omdat hij natuurlijk echt de hele dag op zo'n buffet heeft gelegen. Maar niet zo oud. De hele ochtend eigenlijk alleen, toch? Ja, maar niet zo oud dat je hem niet meer kan eten of zo. Dus ja, eerlijk gezegd ben ik wel erg tevreden over. Ja, ik vind het ook allemaal heel lekker. De vrouw die me hielp bij het buffet was trouwens ook super vriendelijk. Dus dat was ook echt een plus. Daar zijn we, District, voor de volgende box. Ik ben heel erg benieuwd wat we gaan krijgen straks. Wat denk jij? Ik hoop op een heel lekker taartje eigenlijk. Oké. Dus ik ga naar binnen. Yes! Goodies! Het is echt een volle grote zak. Ik ben super benieuwd wat er allemaal in zit, maar het ziet er al goed uit. Nou, we gaan de goodies uitpakken. Wat hebben we hier allemaal? Hier als eerste. Dit is gewoon een rozijnenbrood, als het goed is. Dat is wel erg lekker. Kersbrood. En hier hebben we een zak met allemaal kleine broodjes. Deze heeft volgens mij ook rozijnen. Dat is een soort van lekker. Een groot keizerbroodje. Een ander soort broodje. Nog een keizerbroodje. Het is vet veel ook. Lijkt een soort van scones. Dus het is misschien een combinatie tussen een scone en een broodje.
Een koffiebroodje. En nog een koffiebroodje. No. Toch nog wat lekker. Ze hadden net zo'n beetje gespiekt en we dachten, er zit geen gebak bij. Dus dat helaas niet. Maar ik moet zeggen dat ik hier wel blij mee ben. Want we hebben nog geen lunch gegeten. Oh, en dan hebben we hier nog een heel lang, wat is het? Noten en vrucht, een notenstokbroodje denk ik. Dus die ziet heel lekker hij uit. Hij voelt nog wel vers, hij zeg maar, nog crispy en deze zo. Deze ook allemaal, die voelen heel hard en stevig. Dus laten we het gaan proeven. Oké, we hebben nu alles geproefd. Van alles een klein beetje. We kregen het natuurlijk niet op, want het was echt veel te veel. Dus we gaan echt zeker nog wat dingetjes invriezen. Ik vraag me af of je dit goed kan invriezen. Moeten we even opzoeken, even googlen of zo. Ja, inderdaad. Ik heb ook geen idee. En anders eten we het straks wel op. Alles smaakt echt gewoon heel erg lekker. De korsten zijn nog lekker. Gadver, dat klinkt heel vies. Ja, maar ik bedoel, de broodkorst is gewoon nog lekker crunchy en krokant. En het is helemaal niet uitgedroogd of iets dergelijks. Dus dat is echt super fijn. Ja, je merkt wel echt dat het echt een bakker is, zeg maar. Super lekker. Dus ik ben helemaal tevreden over. Ik moet toegeven, of in ieder geval, ik had het eigenlijk van tevoren eigenlijk ook al gezegd, dat ik wel had gehoopt dat er iets van een taartje bij zou zitten. Of misschien een koekje, weet je wel. Of ietsje. Iets dat geen brood is eigenlijk. Want in principe hebben we wel alleen maar brood nu gehad. Ja, dit is op zich een gebakje, denk ik. Ja, soort van. Maar niet wat we bedoelen. Ja, ik bedoel, ik had iets anders nog erbij gehoopt. Maar dat is gewoon ook iets wat ik dus uit mijn hoofd moet zetten. Ik heb een keer een taartje gehad, maar je moet gewoon niet verwachten dat je dat elke keer krijgt. Ja, maar je kan dus wel geluk hebben en dan heb je een taartje erbij. Ja. Dat is wel heel chill. Maar verder is het echt super lekker en ik heb er zeker van genoten. Nou, we hebben de buiten net opgehaald. Ik heb het in mijn tas gestopt. Wat er allemaal in zit, laten we natuurlijk straks zien. Maar volgens mij zat er wat lekkers bij, hè? Ik heb hier ook nog een beetje. We gaan het jullie allemaal laten zien wat erin zit. Volgens mij is het weer best wel veel. Ja, heel veel brood hebben we nu. Zo, een stevig brood. Volkoren broodje, denk ik. Oh nee. Is die omgekeerd? Nou, nog eens. Zo, en twee... zakken. Oeh, dit is een volkoren croissant. En ik denk eens met kaas of hamkaas. Lekker. Hier zitten koekjes in. Dat zijn rijntjes of zoiets was het volgens mij. Het leek al bitterkoekjes. Oh, ja. Oeh. Lekker. En daar hebben we er twee van. Nou, laten we gaan proeven. Laten we vooral beginnen met deze koekjes. Die lijkt me heel lekker. Oh, het is chocolade onderkant. Oeh, zo ziet het eruit. Het is een soort van paddenstoel of zo. Het zou een soort van bitterkoekje zijn. Die vind ik echt super lekker. Wow. Er zit er een hele vulling al. Ja, een soort van room zit erin. Wow. Nou, hier ze nog wel meer bij kunnen doen. Wat lekker. Ik ken dit helemaal niet. Nou, hele bovenste is inderdaad gewoon echt een bitterkoekje. En dan heb je een gewoon koekje onderin met chocola. En dan zit er een soort van... wat is dat voor vulling? Hoe verzin je dit? Ik weet het niet. Het is super lekker. Ja, het leuke aan Too Good To Go vind ik wel dat je dus op deze manier ook dingetjes krijgt die je misschien zelf niet zo snel zou bestellen. Ja, zoals je zegt van vind ik zo lekker, nieuws. Dan kan je dat ook gewoon zelf halen bij die bakker. Op die manier steun je ook gewoon alle bedrijven in de stad. Zo gewoon iedereen een stuk croissant nemen. Ja, maar ik vind eigenlijk deze ook wel lekker. Ja, allebei. Gewoon die. Een volkoren croissant. Ik vind het wel lekker nog steeds. En voelt iets gezonder. Maar zou het nou echt gezonder zijn? Of is het alsnog gewoon een vette croissant? Het voelt voor mij een beetje als boerenkool op een pizza. Oké, daar zijn we weer. We wilden jullie niet vervelen met al dat gekauwen en Ja, gesmak inderdaad. Maar we hebben inmiddels alles geproefd. En we hadden het net eventjes over van deze box. Die kost €3,95. En het brood is gewoon, daar houden we echt van. Lekker vers brood. Krokante korst. Het is vergelijkbaar nu met supermarktprijzen. Maar het is natuurlijk compleet anders. Het is veel lekkerder. En ik ben echt extreem onder de indruk van dat koekje. Ja. Ik vond hem echt mega lekker. Ik heb hier ook nog best wel veel over en zo. Want hij is uiteindelijk best wel machtig en groot.
Maar het is echt, wat Tara zei het al, heel erg leuk om van dit soort nieuwe dingen te ontdekken. En toen we onze Too Good To Go box kwamen ophalen, hadden we trouwens ook nog een heel gezellig gesprek met de vrouw die daar werkte. Dus wat dat betreft is de service ook heel erg goed en gezellig. Nou jongens, het is inmiddels al even later. Het is 6:55 om precies te zijn. En Tara's wekker was net gegaan dat het weer tijd is om een nieuwe mystery box op te halen. En deze keer gaan we naar Ego Plaza. Een beetje redelijk in de stad. Dus het is best wel fris. Doen we even lekker onze jas aan. Ik heb eigenlijk zin om een sjaal om te doen. Ja, het is best wel gaat fris, een beetje te ver. Dat moet ik echt nog niet doen, want dan... Als het echt koud is, dan heb je helemaal niks meer. Hoezo? Waarom? Maakt ja, het niet uit. Als je nu koud hebt, heb je het gewoon nu koud. Ja, maar dan raak ik al een soort van gewend eraan. En als het echt koud is... Nee, dat is niet zo volgens mij. I'm done. Dan blijf ik gewoon elke dag binnen en moet je alles doen. Oké, we gaan ons aankleden en we gaan lekker de fiets opstappen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben volgens mij nog nooit bij Eco Plaza binnen geweest. Is dat heel erg? Echt waar? Ja. Jawel. Ja. Nee? Volgens mij niet. Oh, dat is een mooie ding hoor. Nou, goeie... Perfecte timing om dat eens een keer te doen. Dus let's go. Nou, we staan momenteel in de lift naar beneden. En we hebben een beetje te lang getreuzeld thuis. En toen zei Tara van, hebben we nog wel tijd om die box op te halen? Ik denk, ja natuurlijk. Maar we zijn nu echt extreem aan het haasten. Want we hebben eigenlijk nog maar iets van 10 of 5 minuutjes. En we moeten nog alles fietsen. En ze hopen. Yes. Net op tijd. Nou, we hebben de buit. Score! Zoals je kan zien, het is een best wel volle tas. Ik ben nog een beetje uit, ja, buiten adem van het harde fietsen. Maar ik ben heel erg blij. We hebben hier de tas vol met goodies. Yes, dat is echt best wel veel. Er zijn raapstelen. Dit is een knolselderij. Ik zie dingen die ik volgens mij nog nooit in mijn hele leven heb gezien. Zuurdesembrood. Brood ken ik wel. Een half tarwebrood. Bosui. Kiwibessen. Of kiwiberry, ja, kiwibessen. En dan nog wat broodjes. Dat is hartstikke veel, moet ik zeggen. Alright, Eco Plaza. Super veel dus. Ik moet zeggen, we kwamen natuurlijk echt nippertje op tijd. En ik heb het idee dat als je de laatste bent, dat ze dan nog meer weggeven. Omdat ze nog wat meer over hebben. Dus daar hebben we zeker wel geluk mee. Ja, want ze hadden al de groenten hadden ze al klaargelegd. En een paar broodjes. En toen zei ze, oh weet je, pak hier anders ook nog even 2 broodjes van mee. Ja. Dus dat is wel heel erg chill. Maar het is echt een volle tafel. Ik ben heel benieuwd. Wat ik wel leuk vind, dat hadden we de vorige keer ook met de koekjes. Dus dat je toch weer wat nieuws ontdekt. Waar misschien eerst niet zelf snel mee zou willen koken. Sorry, die zin kwam er niet lekker uit. Bijvoorbeeld knolselderij, eerlijk gezegd, weet ik niet hoor. Ja, wij zeiden van wat is dit? En toen kwamen die 2 medewerkers, die kwamen even naar ons toe om te zeggen dat het dus een knolselderij was. Dus dat was heel erg leuk dat ze ons daarmee wilden helpen. En eentje zei ook van, ik heb er laatst frietjes van gemaakt. Oh, zei ze dat? Oh ja, knolselderij frietjes. Je kan ook knolselderij puree maken en soep, geloof ik. Even ontdekken, dus dat is ook wel leuk om het nieuws te leren kennen. En dan de raapstelen. Dat komt me wel bekend voor, alsof ik het een keertje in een... stamppot heb gezien. Ah, oké. Okay. Of niet? Zou het ook in een sla kunnen en zo? Ik denk dat je het... We zouden het even moeten opzoeken. Ja. Ja. En ik ben dus heel erg benieuwd om deze kiwi berries te proeven. Ik weet niet zeker of ik die ooit heb geproefd. Ik wel. Ze zijn heel cool van binnen. Moet je maar even eentje doormidden bijten. Wordt het zacht te zijn? Ja, ze zijn natuurlijk wel iets en ze moeten ze wel echt vandaag opeten waarschijnlijk. Je kan een beetje de stipjes in het midden zien. Ik vind het wel echt heel lekker. Dit blijft echt forever goed, hè? In de koelkast, maar je kan het ook in een glas water zetten en dan gaan die dingetjes groeien. Ik moet zeggen, we kunnen nu niet meteen mee proeven, want we gaan er niet mee koken. Maar het ziet er goed uit. En dan weer broodjes. Nou, zeg maar, als ik dit zie, dan wil ik bijna geen brood meer kopen. Dat doe ik eigenlijk sowieso niet echt, maar... Je wilt alleen via Too Good To Go koken. Ja. Ik vraag je misschien af, wat gaan wij doen met al het brood? We gaan het gewoon invriezen. En dan komt het daarna weer gewoon vers eruit. Want we hebben echt heel veel brood. En normaal zou je natuurlijk niet zoveel boxen gaan bestellen. Maar we hebben nu gewoon natuurlijk heel veel boxen op één dag besteld. En daar hebben we zoveel brood. Meisje in de winkel was trouwens wederom weer echt super leuk. Echt gezellige meid. Allebei trouwens. Ja. En ik moet zeggen, super veel waar voor je geld. Dus we zijn ook weer tevreden over de Eco Plaza. Je hebt voor €4 heb je dus brood gescoord. En je kan hier een avondeten mee maken. Dan maak je knolselderij frietjes. Misschien heb je nog aardappel en raapstelen stamppot. En dan neem je yoghurt en besjes als toetje of zo. Dit doet me zo erg denken aan die ene serie. Wat is die Engelse serie ook alweer? En dan moesten ze, één kreeg ze ingrediënten en daar moesten ze mee. Ja, ready, steady, cook. Ja, ja, ja.
Jij zou het zo goed mee kunnen doen. En maak je nog een salade van? Oh, met croutons! Zou het worden. Nou, het is inmiddels alweer wat later en we zijn op pad gegaan voor onze laatste maaltijd. En dat is bij La Ciabatta. We hebben hier een super heet bakje vol met lekkere pasta. En ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt. Ik ben nog nooit hier eerder geweest ook. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar ik heb er wel goede verhalen over gehoord. En we weten nu eigenlijk ook niet welke pasta we mee hebben genomen, want we hebben niet gevraagd. Nee. Maar het zal vast goed komen. Dat ziet er wel goed uit. Hoort allemaal bij het verrassingselement. Dus laten we lekker gaan proeven. Ik vind het heel erg leuk dat we een soort van echt een avondeten mystery box hebben kunnen bestellen. Ja, zeker. Want dat vond ik wel heel erg leuk dat ze toch wat verschillende opties hebben. Ja, we hebben gekozen voor La Ciabatta. Waar ze dus pizza, pasta en broodjes hebben. Oeh, het ruikt wel lekker. Het is, ik denk gewoon dat dit een hele simpele pasta is. Geen vlees. Gewoon dus zo'n vegetarisch. Gewoon zo'n tomatensaus. Dit is de hoeveelheid. Ja, laat maar even zien inderdaad. Dus het is zeker wel gewoon voor één persoon. Ja. En het kost €4. Dus we zaten er op de fiets al over te praten van, het is best wel chill op zich als je uit je werk komt. Je hebt geen zin om te koken. Je wil ook niet laten thuis bezorgen, want dat kost dan al vaak minimaal €10. Ja, ik vind het als je bestelt vaak dat het iets te duur is. Zeker als je een eetje bent. En magnetronmaaltijden zijn tegenwoordig ook niet meer zo goedkoop. Nee, die zijn ook niet heel erg lekker. En dit is dan zeg maar wel, ik ga er vanuit, vers gemaakt. Ja, laten we proeven. Ik vind hem lekker. Ja. Niet mega bijzonder. Maar goed, dat ligt dus ook aan de soort pasta die je krijgt. We hebben nu gewoon deze gekregen en die is ook vrij simpel. Ik weet niet of je net zo goedkoop uit zou kunnen zijn als je hem zelf zou maken. Misschien wel. Ik denk het wel, sowieso. Oké, nou eindoordeel over deze Magic Box. Het is natuurlijk persoonlijke smaak, maar wij hebben een pastetje gekregen die we heel erg simpel vonden. Vonden hem gewoon niet heel bijzonder en niet heel erg zo van, oh, dit is echt Italiaans pasta. Meer gewoon, het is een simpele tomatenpasta. Dus wat dat betreft moet ik er even over nadenken of ik het nog een keertje hier zou bestellen. Ja, ik zou hem persoonlijk misschien nog aanvullen met wat dingetjes. Is het prijs-kwaliteitsverhouding, weet ik niet helemaal zeker of die echt super aanrader is. Maar het is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Wij zijn heel erg benieuwd of jij ook al bekend bent met dit concept en of jij misschien de app al een keertje hebt gebruikt. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En geef deze video ook zeker een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. Laat ik zeker even een reactie achter, want dat vinden we heel erg leuk om te lezen. En dan zien we je heel erg graag weer terug in de volgende video. Doei! Doei.